ben Maarten, ik ben een student aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En Anna zit hiervoor, zij is Braziliaans, is ook fysiotherapeut en nog PhD-student. Dus ze is nu voor anderhalf jaar hier in Nederland. En ze blijft hier nog ongeveer 3 jaar om deze studie af te ronden. Dan, als ze het goed afrondt, is ze dokter. Ja, ik ben dus nog, dit is op dit moment een stagiair. En ik probeer, als ik ook dit project goed afrond, ben ik geslaagd. Dus, we gaan iets vertellen vandaag over de Parkinson thuisstudie. En u weet misschien, de meesten hebben Parkinson hier binnen in ieder geval, dat de gemiddelde leeftijd ongeveer 67 jaar oud is. En dat het over een dag bijvoorbeeld, heeft u goede fases, maar ook mindere fases. Dat is wat in de grafiek een beetje te zien is. Dus hier ziet u dat op de mindere fases, dat u dan de medicatie inneemt, zodat het daarna weer iets beter gaat. En we proberen met onze studie, dus met het horloge, wat ook al verteld is, proberen we daar inzicht op te krijgen. Dus het horloge meet hoe actief u bent op een dag en dat door bij te houden. Dus dan kunnen wij een beetje de schommelingen bijhouden. En dan proberen we daar uiteindelijk hebben we het doel om daar beter inzicht in te krijgen. Dus hoe de schommelingen zijn voor Parkinson patiënten. En daardoor daardoor de arts beter kan op inspelen om daar... goed de medicatie op aan te passen, zodat het een beetje stabieler blijft. Dus bijvoorbeeld dat u niet meer in de mindere fases komt, of in ieder geval bijna niet. En dat u meer stabieler blijft in de middelste fase, zodat u niet zo de echte slechte fases meemaakt. Het horloge, wordt gekoppeld aan de smartphone. En het horloge die meet dus de activiteit, dus hoe u beweegt. Dus als ik gewoon, je meet gewoon hoe actief u bent overdag, dus het wandelen, gewoon alle activiteiten die u doet, neemt het horloge waar. En dat stuurt hij door naar de telefoon. En dan kunt u in de telefoon kunt u ook zelf zien hoe actief u bent geweest. Het horloge meet ook tremoren. Dus het kan ook registreren als u een tremor heeft gehad. Dus ook hoe vaak en welk tijdstip van de dag neemt hij waar. Het is de bedoeling eigenlijk dat het horloge 24 uur per dag gedragen wordt. Dus dan kan het ook in de slaap de activiteit meten. Dus dan kan u ook zien de volgende ochtend hoe goed u geslapen heeft. Of dat u veel bewogen heeft in uw slaap. En dat kan misschien ook verklaren waarom u misschien iets meer vermoeid bent overdag. Want dan kunt u terugzien zo van, ik heb eigenlijk heel veel bewogen in de nacht, dus ik heb niet goed gerust. Verder kan ook het medicijngebruik worden aangegeven in de app. En daardoor dus dan kunt u ingeven van op welk tijdstip u medicatie wilt u normaal inneemt. Dan krijgt u op het horloge ook een seintje, dus dat gaat het horloge trillen, zodat u een herinnering krijgt om een medicatie in te nemen. En dan, dit is een plaatje van onze app. Ik weet niet of jullie het zien, de achterkant zullen het niet zien. Maar hier ziet u bijvoorbeeld de activiteiten van over de dag. Dus hier ziet u dat op dit moment een hoge piek, dus dat is iemand goed actief, flink actief geweest. En hier is iets minder actief. En dan ziet u ook als u medicatie heeft genomen, deze heeft bijvoorbeeld hier rond 3:30 een medicatie ingenomen, ziet u een pilletje in het grafiek verschijnen. Dus geeft u ook aan op welk tijdstip u de medicatie heeft ingenomen. En wat willen wij daarmee dus? Dus wat ik u zei over de activiteiten, slaap en de tremoren. Die wordt dus gemeten bij u thuis, want u heeft het op de loge draagt u thuis. En dan wordt via de telefoon verzonden naar ons. Dus dan kunnen wij... dus dan wordt de data verzonden naar ons, zodat wij kunnen kijken ook hoe het gaat. Dus... hoe actief u bent, of de medicatie goed werkt, of in ieder geval dat er goed ingegeven wordt. En dat proberen wij dan weer van te leren. En dat is dus ook voor de neuroloog, dus een arts. Dus het uiteindelijke doel is dat artsen hier ook mee gaan werken. Dat is dus op dit moment nog niet, maar als de app goed werkt en het bij iedereen tevreden is, in ieder geval de patiënten ook tevreden zijn, dat de artsen het ook kunnen gaan inzetten, zodat patiënten thuis het horloge dragen. En dan naar de arts toe gaan ze van, kijk, ik ben zo ziet u het, zo gaat het op mijn dag, zo hier is het goed, hier gaat het minder. Zodat de artsen ook beter kunnen inschatten van, op dit moment de medicatie kunnen aanpassen om het goed te laten gaan. Want op dit moment komt u denk ik bij de neuroloog misschien 1, 2 keer per jaar. Dan 5 minuutjes of 10 minuten. En dan erin wordt beslist, dit wordt de medicatie. En dat is net een moment van, op het moment dat u daar komt, het gaat misschien goed, misschien gaat het niet goed. En daar baseert hij ook zijn de zorgen op. En met deze app proberen we in ieder geval, kunt u laten zien van,
Zo gaat het over de dag heen. En dan kan de arts daar beter ook de medicatie op aanpassen. Zodat de zorg ook beter op maat is voor u. Omdat het ook bij Parkinson-patiënten niet altijd, ja, bij iedereen is het net wat anders. De symptomen zijn anders. Het verloop is anders. Dus het is voor een arts ook lastig om in te schatten hoe het bij u is. En met deze app zou die kunnen kijken van, ja, zo zijn de schommelingen bij deze bij u was. En dan kan die daar beter op aanpassen. Wat wij nu nog zoeken, ja, er zijn al wat mensen, maar wij zoeken in totaal 1000 mensen die willen meedoen, dus het horloge willen dragen. Nou, in deze zaal zijn het in ieder geval al 2 die er zijn. Maar we zoeken er nog meer, dus als mensen interesse hebben, dan wij staan hier nog de hele avond in ieder geval, kunt u nog vragen stellen. Als u kunt persoonlijk even wat meer informatie vragen. En anders kan ik altijd nog doorverwijzen naar de parkinsonthuis.nl. Daar is een site met meer informatie. Als u thuis nog even rustig op de computer wil nakijken. De duur van de studie is ongeveer 3 maanden. Dus dat betekent dat u 3 maanden het horloge draagt. Verder wordt er verwacht dat u eenmaal naar een fysiotherapeut gaat. De fysiotherapeut doet gewoon een onderzoekje met de test hoe stijfheid van de spieren en ook de geheugentest en wat vragen over de symptomen van de Parkinson. Dus en het duurt ongeveer een uurtje als u daar naartoe gaat. Dus wat zoeken wij? Ja, wij zoeken dus mensen die willen meedoen. Kan u helpen bij het meer inzicht geven in de Parkinson? U kunt dus zelf zien hoe de schommelingen zijn, dus hoe actief u bent. Dat u na uw medicatie misschien dat u daar meer actief wordt of juist minder. Of dat u veel tremor heeft of juist niet. Of dat u slaapt, of dat u heel actief bent in uw slaap of dat het gewoon een rustige nacht is geweest. En u kunt altijd uw feedback geven, dus als u een idee heeft of u vindt over een mening, kunt u die altijd delen. We zijn in ieder geval dagelijks beschikbaar, de werktijden. En u kunt altijd een mail sturen of bellen. Dus, dus als u Parkinson heeft, kunt u altijd deelnemen. Het vereiste is alleen dat u Parkinson heeft. En ja, een smartphone zou handig zijn, maar het is niet verplicht, dat die kunt u ook lenen bij ons. Er wordt gevraagd of de neurologen al betrokken zijn. Op dit moment zijn ze dat nog niet allemaal. Bas Bloem is onze baas en die vanuit het Radboud ziekenhuis. En hij is dan nou betrokken, maar het is ook een project van hem. En we zijn nu dus aan het kijken of dat het ook effect heeft. Dus wij zijn er meer ook aan het testen of dat het wel de patiënten helpt. En of dat het ons ook inzicht kan geven of dat het ook werkt. En als het dan blijkt dat de patiënten het fijn vinden en het geeft artsen ook een goed beeld, dan wordt het door heel Nederland, de neurologen gaan het dan waarschijnlijk ook toepassen. Maar ja, dat zal nog wel een jaar duren, denk ik, voordat want er wordt eerst gekeken of dat het wel überhaupt werkt. Of dat het goed voor beide kanten goed effect heeft. Ik moet jullie even bedanken, ja natuurlijk, sorry. En voor jullie gisteren, dat was een match met hun. Jullie hartstikke bedankt natuurlijk en ik hoop dat jullie veel mensen krijgen. Ja. Succes! Ja, dankjewel.